Het besluit om het onderwijsproces morgen, vrijdag 7 januari, te hervatten, wordt gedragen door de regering. Dit zegt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid. De regering ziet volgens hem vooralsnog geen reden om de schooldeuren gesloten te houden. Dit omdat het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur reeds lang terug een protocol heeft vastgesteld voor veilig onderwijs, te midden van de COVID-19-pandemie. En ik weet dat het onderwijsveld ook op de hoogte is van het protocol. Ook de zaken die zijn genoemd in het protocol, dat die zaken ook worden nageleefd door met name de leidinggevenden op de school, de onderwijzers, etc. Ik wil slechts één ding daar aan naar refereren is, we merken dat heel veel onderwijzers ook hun mond- en neusmasker niet meer opdoen. En ervan uitgaan dat het is al bijna automatisme dat men het niet meer doet. Dus ik ga wel oproepen om in ieder geval vanuit die rol van influencer, de onderwijzer die daar de opvoeder is, dat die juist het goede voorbeeld moet geven en de Mohana-maatregelen strikt genomen moeten worden. Diverse deskundigen hebben hun bezorgdheid uitgesproken over het openen van de schooldeuren te midden van het toenemend aantal COVID-19-besmettingen. De voorzitter van de vaste commissie voor onderwijs, wetenschap en cultuur in de Nationale Assemblée, Reshma Mangri, geeft aan respect te hebben voor het besluit van de regering ten aanzien van het openen van de schooldeuren. Ze benadrukt wel dat het ministerie rekening dient te houden met de bezorgdheid van ouders en leerkrachten. Het ministerie zou gezien de recente stijging van het aantal COVID-19-besmettingen een afwachtende houding moeten aannemen, geeft Mangri aan. Ik zeg, de situatie is nu te zorgelijk om te zeggen van we kunnen dat zo voorbij laten gaan. Dus ik zal voorstellen dat we de start van de school misschien met een week verlengen in plaats van 7 januari. Dat we kijken hoe dat verloopt na een week om dan misschien een besluit te kunnen nemen van is het nu raadzaam om de schooldeuren open te stellen. Ik haast me om te zeggen dat ik natuurlijk geen voorstander ben om bij elke stijging de schooldeuren te sluiten, maar het gaat om het moment, hè. Het gaat om de zorgelijke situatie en dat gaat om nu. DNA-lid Melvin Bouva, die evenals Mangere zitting heeft in de vaste commissie voor onderwijs, wetenschap en cultuur in de Nationale Assemblée, is ook niet te spreken over de keuze van de regering. Het assembleelid legt met name de nadruk op de aanschaf van beschermingsmateriaal voor de diverse scholen. Weet u hoeveel scholen geen hand sanitizers hebben en of kunnen kopen? Weet u hoeveel kinderen geen mondkappen kunnen kopen? Natuurlijk niet als een brood al niet één SRD duurder is en men zoveel meer voor de scholen moet betalen. Denk je dat ouders in de verschillende buurten waar het heel erg moeilijk is zich nog zorgen maken om mondkapjes te komen van 200 en 300 SRD per doos? Ik geloof dat we dat realistisch moeten benaderen. Dat is basisprotocol en dat zijn basis PPE dat op de scholen moeten zijn. Er moeten sneltesten op de scholen zijn, heb ik de minister ook gevraagd. Van zet de sneltesten voor de leerkrachten op de scholen, zodat als er verdachte gevallen zijn bij de leerkrachten zelf, ja, die risico dragen, maar nu nog meer met het Omicron-variant. De directeur Algemeen Vormend Onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Sherida Salman Berggraaf, heeft begrip voor de diverse meningen ten aanzien van de heropening van de scholen, maar volgens haar zijn de duur van de diverse vakantieperiodes, de zogenaamde wettelijke vakantieregeling en de datum voor het starten van het tweede kwartaal reeds lang vastgesteld. Ze benadrukt eveneens dat schoolleiders op de hoogte zijn van de te volgen stappen indien ze niet over het benodigde beschermingsmateriaal beschikken. Mocht het zijn dat een van deze zaken niet in orde is, dan behoren die schoolleiders en directeuren dat aan ons door te geven. Maar onze schoolleiders en directeuren weten wel wat ze moeten doen in geval ze niet in staat zijn daarin te kunnen voorzien. Meestal wordt er naar aan de deur geklopt bij het ministerie en er wordt zorg voor gedragen dat ze het hebben voor de start van de school. Nu moet ik zeggen, ik heb geen rapportage gehad van de bureaus, maar mocht het zijn dat op een enkele school dit niet in orde is, dan wordt het wel in orde gemaakt. De STVS-redactie heeft enkele ouders gevraagd hoe zij aankijken tegen de huidige situatie met betrekking tot het openen van de schooldeuren in relatie tot het toenemend aantal COVID-19-besmettingen. Het is een risico, maar ja, wat moet je doen als
minister dat van je verwacht dat je kind stuurt, dan stuur je kind. Maar natuurlijk met inachtneming van de COVID of de Mohana maatregelen. Ik denk dat de minister van Onderwijs een verantwoordelijke taak heeft. En als zij beslist dat de scholen morgen open gaan, dan moeten we ons daaraan onderwerpen. We begrijpen ook dat als de school nu gesloten moet blijven, dat vooral de vierde klassers ook achter gaan raken, want zij beginnen zo met de SO's. Maar uiteindelijk moeten we ook kijken naar de gezondheid van de jongeren, want zij zijn de toekomst van morgen. Ik vind het niet verstandig wat ze doen. Dus ja, ik vind dat we nog even kunnen sluiten. Want de kinderen trekken hun mond kapot, dit echt altijd aan in de tijd op de lessen. Ik ben het eens met de regering. Stel die scholen open, maar hou in de gaten dat er geen, dat die besmettingen niet gaan toenemen. Dus dan moet je je maatregelen treffen, maar voor de rest moeten we gewoon doen alsof we gewoon doorgaan met ons leven. Morgen is vrijdag, dus ik weet niet als het, wat de reden is dat de school morgen kan starten. Dan kunnen we zeggen, de school gaat maandag starten. Ik zie geen nut om dat kind één dag naar school te sturen. En dan hoor je, als je op school komt, dat driekwart van de school besmet is of niet komt. Dus we zullen morgen merken wat de opkomst is. Ik denk dat de scholen een week of twee nog gesloten kunnen blijven, omdat de COVID-cijfers heel hoog zijn. En het managementteam, is niet zeker als het om Omicron gaat of als het dezelfde Delta variant is.